Panamarenko heeft dit pand eind 2006 geschonken aan de Vlaamse gemeenschap in casu het Muka. En toen zijn we begonnen met de ontmanteling van het artistieke geheel. Tussen 2006 en vandaag is er 5-6 jaar lang zeer hard gewerkt om dit pand publiek te kunnen openstellen. Dit huis zat vol met kunstvoorwerpen, tekeningen, objecten en materialen. Die moesten eerst getrieerd worden, manueel. Het onderscheid tussen wat is kunst en wat is rommel of afval was ook niet meteen altijd duidelijk. Natuurlijk, zoals Panamarenko hier heel zijn leven gewoond en gewerkt heeft, dan was het pand niet echt proper opgeruimd. De kamer waar we nu zitten, daar vlogen 5-6 papegaaien vrij rond. Er vlogen een toucan en een duif. Hij had ook een hond. En die sporen zijn zichtbaar aanwezig in het pand. We hebben besloten om in een afzonderlijk depot de volledige inboedel onder te brengen, om die ook te inventariseren en te digitaliseren. Tegelijk zijn we met architect Luc de Leu in zee gegaan om het pand te verbouwen. Het eerste wat we gedaan hebben, dat is het pand bouwkundig in orde brengen. En de tweede optie was in feite om het huis een beetje meer naar buiten te keren, zodanig dat het echt publiek werd, dat het een patrimonium werd van de stad. Dat is ook de reden waarom dat er uiteindelijk een helikopterplatform opgekomen is. Ik vond van in het begin dat het ook een echt helikopterplatform moest zijn. Hè. Een Robinson, een klein helikopter, een Robinson R22 denk ik dat noemt, kan erop landen. En Panamarenko zei mij altijd, ja Luc, denk eraan, er moet toch echt een helikopter kunnen op landen, want je weet nooit. En dat is ook belangrijk visueel. Omdat doordat het echt bereikt is om er een helikopter op te ontvangen, zie je het er ook echt uit als een echt helikopterplatform. En is het zo geen flutplatform dat er opgebouwd is. Ja. Het was eerst een beetje groter getekend, maar van de stad moest het 60 centimeter overal van de buren blijven. Veel mensen vragen mij vaak, is dit nu volledig authentiek? En het antwoord is een beetje dubbel. Ik noem het altijd graag een authentieke vervalsing. In die zin dat alle objecten, voorwerpen, meubilair, kledij en ook gebruikstoestellen en tekeningen of kunstvoorwerpen uiteraard volledig authentiek zijn. Natuurlijk, als museum hebben we toch een bepaalde museale opstelling moeten kiezen zonder te veel afbreuk te doen aan de authenticiteit van het pand zoals het was toen het werd aangetroffen. Aan dit kleine Zwitserse juwelierstafeltje heeft Panamarenko jarenlang zitten tekenen, prutsen en werken. Tijdens de ontmanteling van het pand hebben wij alle objecten en alle voorwerpen die we hier aantroffen in veiligheid gebracht in depot. Dit tafeltje is het laatste elementje dat blijven staan is. En gelukkig heeft onze architect Luc de Leu net nog op tijd de opmerking gemaakt: zou het niet goed zijn om dit intact te laten en er een kleine sarcofaag rond te bouwen? En zo is geschied. We hebben met houten panelen dit tafeltje volledig afgeschermd gedurende 5 jaar van toch wel soms zware verbouwingen. En pas toen deze kamer heringericht was, was het voor ons een speciaal moment om de sarcofaag terug weg te nemen en te zien dat het tafeltje dus volledig intact nog steeds op dezelfde plaats staat met dezelfde voorwerpen erop. En dan moest dan hier de garage worden voor zijn Cadillac, die hier eigenlijk niet binnen kan, want dat is te klein voor een Cadillac binnen te rijden. Daarmee ook dat dat zo'n vloer moest zijn, want zijn Cadillac was ook zo appelblauw zeegroen. En dat moest passen, die vloer moest passen bij die Cadillac. Het zal u misschien verbazen, maar aan de balk aan het plafond waar nu nog de touwen hangen, er hingen grote katrollen waaraan de duikboot Bahama, Nova Zemblaya, hing te bungelen en die werd hier in stukken in elkaar gelast en dan via de garagepoort in stukken getransporteerd naar de galerie om daar dan volledig geassembleerd te worden.
En de bedoeling is dus dat het pand in de toekomst toegankelijk zal zijn voor kleine groepjes bezoekers. Die kunnen via het museum inschrijven om op bepaalde dagen het pand onder begeleiding en met een gids toch te bezoeken.